Goudse Post Weekjournaal. Met deze week... Kinderen planten bloembollen in Gouda Oost. Voortgang werkzaamheden Tiendewegbrug. Natuurwerkdag op de Heemtuin Goudse Hout. Dit voorjaar is het project Portiekportiers gestart met jongeren uit de wijk Gouda Oost. 12 kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar zijn opgeleid tot portiekportier. Zij houden in de gaten wat er goed gaat in de buurt en wat niet en helpen zo de buurt te verbeteren. Ze lopen iedere week op woensdagmiddag een ronde door de buurt en noteren wat er opgeruimd, schoongemaakt of gerepareerd moet worden en spreken bewoners aan. Ook bedenken de portiekportiers zelf hoe de buurt leuker gemaakt kan worden. Met hun ideeën gaan twee huismeesters van Mozaïek Wonen en Woonpartners Midden-Holland vervolgens echt aan de slag. De portiekportiers bedachten dat het fijn zou zijn als de ruimte tussen en rondom de flats in hun wijk er wat vrolijker uit zou zien. En concludeerden dat, als je volgend jaar een kleurrijke tuin wilt krijgen, je nu bloembollen moet planten. De portiekportiers uit Gouda gingen daarom op woensdag 31 oktober samen met hun ouders en met buurtbewoners aan de slag rondom de flats aan de Eendrachtsweg en Verzetslaan. Ik sta hier met Arie van Vliet in Oosterwei, waar kinderen vandaag bloembollen planten. Arie, vertel eens, wat is de achterliggende gedachte van dit evenement? Dit is een van de onderwerpen voor de portiekportiers. De kinderen die hebben het idee met ons dan om de buurt leuker te maken. En er zijn vier hoofdpunten wat het leuker maken betreft. Dat is heel, schoon, contacten en spelen. Ja, even wachten. We hebben al tal van dingen op poten gezet eigenlijk, maar dit is er nou één van. Dat is bloembollen planten om in het voorjaar wat leuke bloemetjes en zo hier in de buurt te krijgen. Dat is voor de kinderen uiteraard ook een hele leuke activiteit. Het is een leuke activiteit, ze zijn er bezig, ze zijn geïnteresseerd in alles wat we doen. En dit is één van de onderwerpen eigenlijk. En van wie gaat dit uit? Van Mozaïek Wonen, woningcorporatie Mozaïek Wonen en Woonpartners Midden-Holland. Oké, dankjewel. Oké, graag gedaan. Ja, ik vind het een goede actie, want het is ook goed voor de natuur en zo. En je wordt er misschien ook vrolijk van de mensen die naar buiten kijken. Ik vind de portiekportiers heel leuk, want we gaan bloembollen planten, we gaan zwemmen, we gaan heel veel leuke dingen doen. Als het goed is, kunnen de bewoners van de wijk volgend jaar genieten van een kleurrijk en heerlijk geurend tafereel. Zoals beloofd houdt de Goudse Post u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de vervanging van de Tiendewegbrug. Op 1 november zijn beide nieuwe tijdelijke brugdelen in gebruik genomen en is de oude Tiendewegbrug geheel afgesloten voor alle verkeer en voetgangers. De verkeerssituatie is aangepast en bij de nieuwe voetgangersbrug tegenover de ingang van het parkeerterrein Klein-Amerika is een tijdelijke voetgangersoversteekplaats gerealiseerd, uiteraard met zebrapad en stoplichten, om zo de voetgangers een veilige oversteek te bieden. De tijdelijke brug aan de kant van het paradijs is veel breder en bedoeld voor alle verkeer wat de binnenstad uitgaat. En tevens voor de fietsers en bromfietsers die de binnenstad in willen rijden. Ook hier staan tijdelijke verkeerslichten om het verkeer te regelen. De doorgang aan de kop van de oude Tiendewegbrug is nu slechts één rijstrook breed, waardoor er langere wachttijden ontstaan voor het verkeer op de Fluwelensingel en de Blekersingel, omdat deze bij toebeurt groen licht krijgen. Bovendien zorgt het verkeerslicht van de tijdelijke voetgangersoversteekplaats voor extra vertraging voor het gemotoriseerde verkeer, omdat deze twee keer per cyclus groen licht krijgt. Landschapsbeheer Nederland organiseert iedere eerste zaterdag van november de Landelijke Natuurwerkdag.
Aan deze dag doen vele instanties, verenigingen en stichtingen mee om ervoor te zorgen dat het landschap in eigen omgeving zo goed mogelijk onderhouden en behouden blijft. Afgelopen zaterdag 3 november was de 12e Landelijke Natuurwerkdag, de grootste vrijwilligersactie in het groen. Dankzij de inzet van ruim 13.500 vrijwilligers op een recordaantal van 454 locaties kreeg het Nederlandse landschap een opknapbeurt. Zo ook het prachtige stukje natuur, de Heemtuin, in natuurgebied het Goudse Hout. Vele vrijwilligers van alle leeftijden staken hun handen uit de mouwen om allerlei werkzaamheden te verrichten die bijdragen aan het in stand houden van onze natuur. De meeste activiteiten bestaan uit kleinschalig onderhoudswerk, zoals snoeien, zagen, hooien, schoonmaken van poelen en paden, het knotten van willigen, snoeien van fruitbomen en het verwijderen van riet. Ik ben Hans Schaap, ik ben medewerker in de Heemtuin Goudse Hout als vrijwilliger. Heemtuin Goudse Hout heeft tot doel om te laten zien wat er in het verleden en op dit moment in het Veenweidegebied allemaal te zien is. En wij geven een afspiegeling van alle landschapstypes die nog te vinden zijn. Wij onderhouden dit met vrijwilligers, man of 20, 30. En op sommige dagen, zoals vandaag, als een natuurwerkdag, dan zijn we met veel en veel meer. En dan zorgen we ervoor dat dit stukje eigenlijk authentiek, proberen we althans, authentiek Zuid-Hollands landschap, Veenweidegebied, dat het in stand blijft. En dat is ook het belang van dit gebiedje. Wij laten zien in het klein van wat er in het groot eigenlijk geweest is en nog steeds te zien is en we met z'n allen moeten behouden. Is er veel belangstelling voor de Natuurwerkdag? Voor de Natuurwerkdag is er ontzettend veel belangstelling. Elk jaar opnieuw zie je dus dat het aantal locaties toeneemt. Dat houdt dus aan de ene kant ook in dat het aantal vrijwilligers zou moeten toenemen en aan de andere kant het aantal professionals kennelijk afneemt, omdat daar waarschijnlijk geen geld meer voor is. En die vrijwilligers die pakken dus grotendeels al die taken over van de professionals. En daar is dus duidelijk al het belang zichtbaar van zo'n natuurwerkdag. Proberen mensen te activeren en mensen te laten zien hoe leuk het is om ook in de natuur werkzaam te zijn. En wie kunnen er zo al meedoen? Moeten dat mensen zijn die al lid zijn van de natuurvereniging? Of kan iedereen meedoen aan de natuurwerkdag? Nee, een natuurwerkdag is juist opengesteld voor iedereen. Dus dat iedereen er echt daadwerkelijk aan mee kan doen. Ik geloof dat ik nu een lading regen over me heen krijg. Maar goed, dat maakt niet uit. Iedereen kan er dus aan meedoen. Of je bij wijze van spreken het gevoel hebt twee linkerhanden te hebben. Er zijn altijd zoveel taken te doen. In wat voor gebied dan ook. Waarbij je je eigen ideeën, je eigen mogelijkheden, talenten kwijt kan. En dat is het mooie van de diversiteit die je in allerlei gebieden tegen kan komen. Even vragen hier. Hij gaat net goed. Drop. Ook kinderen kunnen helpen, bijvoorbeeld bij het snoeien, opruimen van takken en volladen van kruiwagens. Jongens, gaan jullie ook straks even sjouwen? Ja, de kontjes, de richting waar je naartoe gaat. Zo. Vooral met takken waar veel zijtakjes aan zitten, is dat heel lastig namelijk. Dan blijf je open achter maken. En als je dat met het kontje naar voren doet, dan heb je dat niet. Nou, en dan zit de cirkel, dus dat is nog heel gemakkelijk. Ook konden de kinderen leren hoe je met natuurafval nog hele leuke dingen kunt doen, zoals het mandenvlechten van willigentakken. Hier zitten namelijk knoppen aan van de willig, die wijzen die kant op en dan doe je de andere, dan wijs je de andere kant, dan leg je ernaast. Beetje zijtakjes afhalen. Dus ik steek hem hieronder.
dan leg ik hem hier bovenop. Dan hoef je alleen namelijk maar deze twee op te tillen. En zo eronder te doen. Nou, dan zit je eigenlijk stevig. Dan heb je al dit. Dit is het lastigste. Deze eerste. Nou wordt het een stuk makkelijker. Ik kan er zoveel van vertellen, maar dit toch niet goed. Heb je hem al een beetje voorgebogen aan de voet? Doe ze eerst maar. Kortom, de Natuurwerkdag is een leuke activiteit waarbij je de natuur een handje helpt. Zo ben je niet alleen lekker een dagje buiten in de natuur, maar werk je ook aan het landschap in je eigen omgeving. Krant niet ontvangen? De bezorgers van de Weekkrant doen hun best om de krant correct en op tijd bij u te bezorgen. Heeft u desondanks toch een bezorgklacht, dan kunt u deze nu nog sneller melden. U kunt tegen lokaal tarief bellen met 0900 42 45 726. Hier kunt u, door middel van de keuzetoetsen op uw telefoon, uw postcode en huisnummer intoetsen om zo aan te geven welke krant u niet heeft ontvangen. Heel simpel en heel snel. U kunt 24 uur per dag, 7 dagen per week het nummer bellen en uw klacht doorgeven. U kunt uw klacht uiteraard ook doorgeven via het invulformulier op onze website www.deweekkrant.nl/verspreidklachten.